Mop in Among Us heeft een Halloween-stijl gekregen, jongens en meisjes. Ziet er super lijp uit. En vandaag gaan we dus een potje spelen en hopen dat we de impulse worden. Maar we gaan tegelijkertijd gewoon naar die Halloween-update kijken. Want ja, ik vind het leuk dat ze dit gedaan hebben. Dus we gaan gewoon de game opstarten. Ik heb er super veel zin in. Een blauw duimpje zou heel erg gewaardeerd worden. Dus laat even die like achter. En abonneer op mijn kanaal als je meer video's vindt, te klikken. En dan gaan we nu gewoon gelijk een potje in, dames en heren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik zou zeggen, let's go! Daar gaan we, jongens en meisjes. We spelen vandaag de Among Us Halloween-update, zoals je kan zien. En we spelen dus op de normale map die bijna iedereen speelt. Zoals je kan zien, ja, heeft de map een hele makeover gehad. Althans, deze map weet ik 100% zeker dat hij een makeover gehad heeft, zoals je kan zien. Want er liggen allemaal Halloween dingen, want natuurlijk super nice. Dus vind je het nou leuk, laat dan even een like achter. Ik ben hier vandaag eigenlijk pas achtergekomen, dus misschien dat jullie het al wisten. En ik weet ook niet of dat te maken heeft met de beta of dat het zonder beta ook zo is. Dus als je me dat even in de comments kan laten weten, zou dat heel erg nice zijn. Maar laat even die like achter en abonneer op mijn kanaal, dat zou ik heel erg nice vinden. Laten we proberen die 2000 likes te halen voor deze zieke Halloween update natuurlijk. Let's go. Nou, de reactor gaat aan. Ik doe even snel mijn task daar zo. We spelen vandaag met Ronald, Link, Saar, Siri, Ryan, Puck en wie nog meer. Een paar mensen die ik zelf ook nog niet ken. Dus ja, dat gaat gewoon een gezellige boel worden. Dus let's go, man. Dat gaat heel erg gezellig worden. Ik heb er super veel zin in ieder geval. We moeten er dan alleen achter zien te komen wie de imposter is. En dat weet ik dus op dit moment nog totaal niet. Maar goed, wellicht zo meteen wel. Ik ben ondertussen gewoon even lekker mijn task aan het doen natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Als ik dat er gedaan heb, dan kunnen we gewoon op onderzoek uitgaan. Weer gaat die werk af. Interessant. Vaak wordt er dan iemand aan de rechterkant gekillt. As I know. Daar gaan we dan ook even kijken dadelijk. En daar ging het niet meer. Ben ik ranzig dit? Hey, ranzig en goor. Oei, what's happening? En goor? Ja, ik wil alleen even zeggen dat ik Ryan safe vind. Want ik kwam niet van de plek waar het lijk lag. Okay. Maar reactor werd gekald. Ik dacht, dit is een perfect timing om rechts iemand te killen. Dacht bij de eerste ook, het gebeurde niks. Tweede dacht ik, ik ga even weer kijken. Erwin lag daar dood. Ja, vond ik heel jammer. Ik heb niemand er last gezien. Okay. Pijnlijk, pijnlijk. Nou, ik kwam vier mensen, die waren bij de linkerkant. Dat was Siri, drie. Siri, Ryan en ik. Ik was sowieso. Wij zijn er ook. Ik heb jou niet gezien. Maar ik kwam er net aanlopen, dus vandaar dat je me niet zag. Link heeft mij nog gezien. Ik was met een pinpasje bezig of iets. Ik zou meer een creditcard bij jou, maar heel eerlijk. Dit zijn leugens! Big spender, nee, maar ja, het maakt niet uit of die foutjes iemand kan foutje, want er is maar één kill gemaakt. Dus er kan steeds een postje rond jullie zijn. Ik weet voor de rest weinig te zeggen. Behalve dat Ryan deze kill niet heb kunnen maken. Ik had zelfs deze kill kunnen maken. Had het zelf heel leuk gewin om Aaron neer te steken. Maar ik ga je één ding vertellen, ik was het niet, oké? Okay? Zullen we skippen? Het is Link, jongens. Het is Link. Ja, gewoon. Ja. Wat ik dus wat ik wel nee, keine, heeft ik er van de rest iemand info? Ja, ik was dus in navigation. En toen stond Saar daar random in het midden, helemaal niks te doen. Toen werd in één keer reactor gecalled, de eerste keer. En ineens begon Saar te bewegen. Niet naar de reactor toe, gewoon naar haar tas. Ja, oké, okay, maar... Nou, ik verwacht dat Saar nog niet weet hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb het over hoor. Ja, maar jongens, ik heb het net ook. Ja, nee, maar ze zegt nu... Ze zegt nu dat er iets met een creditcard gebeurd is. Ja, ik was met een pasje bezig en dat ging heel te langzaam of zo. En toen werd te snel. Dus ik voelde de flow van het pasje niet. Ik ben alleen maar met het pasje bezig. Ja, ik doe die wel, joh. Dat pasje is ik heb deze wel 500 euro net van je. Net zo incapabel. Kijk, wat het is, we spelen dus met Saar links onderin. Die is nieuw. Die heeft nog nooit de game gespeeld. Dus dat is even wennen. Dat is even wennen, inderdaad. Welke task moet ik nog precies doen? Ik heb geen idee. Welke task moet ik doen? Ik moet er nog twee. Nou ja. Ja, zoiets. Swipecard fixen zo. Kijk eens aan, daar komt hij. Hartstikke idee. We hebben nog één tas die we nu moeten doen. Ah, nog twee. Oké, maar één is wires, dus ja. Ja, en dan vind je op... ik heb Link gevonden in Electrical. Dat was heel snel. Dat was wel heel snel. Link ook gewoon nu. Het is 100% een fankill geweest, want ik heb niemand eruit zien komen lopen, dus... Ik denk dat hij gevent is. Is en dat waar had je me gevonden, zei je? Electrical. Echt op een vent ook. Dat die gevent is, misschien is het wel zij. Okay, fair point, maar. Ja. Ik ben bij een reactor of zo. Links. Hoe durven jullie mijn beste vriend te vermoorden? Gast, helpt walgelijk. Wat moet jij doen? Gast, hij heeft dat al uitgemaakt. Wacht eens even. Hij heeft het net uitgemaakt en hij is dood. Oei. Ronald van Wraak! Ik ben niet van Wraak. Oké, maar Chesto, heb je nog iets gezien van. Heb je letterlijk die vent nog zien klapperen? Nee, dat niet. Maar ik kan voor deze kill Siri foten, denk ik. Want die was in admin met mij.
Mijn foto Siri? Nou ja, op gewoon een foto Siri. Foutje. Maar dat begin deuren dicht doen, dat is een typische actie voor Okke. Dat is best wel onbevraagd. Ik vind dat is echt zo'n... Dat doet Okke altijd. Vorige ronde ook. Winter, ga je nou beta gamen? Dus je gaat nu... Hij is back-to-back in bossen. Doe niet metagamen, dat heeft Erwin vorige keer ook gebackfired. Het is echt het is best een normale strat geworden. Ja, ik ben precies helemaal niemand tegengekomen, dus ja. Ik ook niet. Maar we hoeven nog niet te stemmen, toch, eigenlijk? Of wel? Nee. Er is weer geen bewijs, dus laten we dan maar, ik denk gewoon skippen in plaats van... Daarom, imposters zijn best wel langzaam met deze game. Precies, als iedereen gewoon zijn task doet... Losers! Losers! Zoek een leven! Sneller steken! Ronald voelt zich aangevallen omdat we zeggen dat de imposters langzaam zijn? Volgens mij probeert Ronald ons af te leiden ofzo. Het is een commute nu. Het is Ronald. Het is Saar, jongens, het is Saar. Of het is gewoon weer een 500 IQ play van Saar, inderdaad. Iemand die hier loopt en mij shankt? I don't like that. Oké. Okay. Nu al, dat is echt snel al, man. Wow. What the fuck? Siri heeft gekald en is dood. Huh? Wat? Nice beta! Nice beta! Oeh, nee. Was er iemand toevallig bij Siri? Ja, ik denk het. Ik denk dat ik het was. Nee, ik niet bij Siri. Was er toevallig iemand bij Siri in de buurt? Nou, ik liep storage in vanuit Shields en toen zag ik die reportpunten, maar toen werd er al gereport. Dus... Wacht, je liep storage in vanuit Shields? Ja, en het lichaam lag zeg maar bij de uitgang van, zeg maar, admin. Ik heb die kaart niet voor me, maar... I don't know, ik ben samen met Puk naar Lights gelopen. Dat klopt. Nou, dan blijven Ryan, Ronald en Saar over. Ik ben het niet. Dan zijn het Ronald en Ryan. Ik met mijn audio bezig. Ik krijg mijn audio niet aan, dus ik heb precies geen bijdrage geleverd. Maar waarom zou jij dus dan niet zijn, Chester? Ik heb ook niet neergestoken. Omdat ik letterlijk net mijn power heb gedaan, helemaal rechts van Shields. En nu alleen nog in security en task heb. En dan ben ik klaar. Mijn gevoel gaat uit naar Ronald en Ryan als Puk zegt dat hij met nat vlees is geweest. Ja, ik kan echt alleen maar voor ja, Puk klopt. Deze ronde. Ik vind ik ook alleen voor nat vlees. Ze zitten gewoon te samen. Ik ben alleen maar bij admin geweest. Ja, maar dat kan jij ook heel leuk zeggen over Ryan en jij. Ik ben helemaal niet... Ronald, heb je al wires gedaan? Ik weet zeker dat ik het zelf niet ben. Ronald, ik heb je wires gedaan? Wires gedaan? Ik ben nu eigenlijk rechts onderin. Ik ben rechts onderin. Volgens mij is dat inderdaad met die knoppen. Maar toen kwam inderdaad de melding nadat het licht uit is gegaan. Ik accepteerde net die... ik denk dat Ronald niet, jongens. Oké. Ik stem ook Ronald. Sorry. Moet ik iemand eruit foten omdat we op 6 zitten? Ik heb op Puk gestemd. Waarom? Waarom zou je? Ja, dat is waar. Waar is het uiteindelijk geleerd hoe ze het yes. Vrouwelijk onderbuik. Hoe pijnlijk zal het voor jullie zijn als ik het niet ben? Ja, heel pijnlijk. Link vermoord, mijn beste vriend en dan ook mij. En de lights gaan ook nog eens uit. Deze is mind. Dit zijn mind games. Ik moet nou even snel die lights fixen. Wat een ziek idee. Zo, de lights zijn weer aan. Het kan ook Ryan zijn hoor. Het kan ook Ryan zijn. Ik ben bang voor Ryan. Ik wil aan de ene kant bij Ryan blijven, maar aan de andere kant ook niet, want ik ben zeg maar bang dat Ryan me dan shankt. En Ryan probeert nou hier een task te doen. Het zijn... Oh, die kill was van mij! Ja, wat is dit nou? Nou, ik wou Saar killen. Ik heb niks gezegd, Ronald, het spijt me.